Well, good evening, mates. Today, we found ourselves in the jungles of Eindhoven in the Netherlands. What can you tell us about this place? Er zijn een aantal planten hier. U ziet hier de zogenaamde groene plant. Zit hem al een beetje in de naam, de plant is groen. Je kunt het misschien even goed zien op de camera. Misschien kun je even inzoomen, dat is leuk voor de mensen dat je ziet hoe de plant is opgebouwd. Dit is het uiteinde van de blaadjes. Je ziet het gaat, de blaadjes lopen door tot aan de... Oh, en kijk uit hoor, want hier loopt het stil. Misschien leuk om even in af te halen. Hier worden de zogenaamde panfluiten worden meegemaakt. Dus het is niet zo'n heel... Can you demonstrate it for us? Nee, want ik moet daar... Je moet daar een speciaal gereedschap voor hebben. Dat is alleen te vinden in Cambodja. Dus dat heb ik nou niet bij de hand. Maar de groene plant, hij groeit hier volop. Film even om je heen en je zult zien. De groene wat is het dan zo bijzonder aan die plant? Nou, om te beginnen de kleur. In de natuur waar toch al heel veel groen voorkomt, is de groene plant toch een plant die daar... Is die eigenlijk nog steeds ook groen? Dat is dan wel... Ja, de groene plant, dat is dus het bijzondere. De groene plant... Even doorlopen. Moeten we even een stukje doorlopen? Nou, we gaan dus eigenlijk nu gebied in waar je eigenlijk officieel niet meer in mag, omdat de begaanbare paden ook helemaal weg zijn. Maar er mag een uitzondering gemaakt worden voor vandaag, omdat wij toch een bijzondere kenmerken van het natuurgebied willen laten zien. Maar het is wel zaak dat we met alle voorzichtigheid het pad expat doen. Oké, dus gewoon zo er doorheen. Even uitkijken voor nu. Ik pak het dus bijna zo in. Hier, dan gaan we dus... daar gaan we alweer. Nou, ik zie dus al dat uitkijken, want het is een heel erg onbegaanbaar weg. Kijk, hier begin je alweer iets te merken van het pad dat hier lang geleden niet. Die hebben de Duitsers ook nog gelopen. Die hebben hier gevochten, die hebben dus een veldslag gevoerd. De lijken die hier begraven liggen hebben gezorgd voor een zekere vruchtbaarheid, waardoor er nu dus aan alle kanten groene planten groeien. Nou, hier is het eigenlijk... Klik! Nou, dit waren de prikplanten. Dus nu is het weer een beetje midden open terrein eigenlijk. Ja, ik ben dus nu ontzettend gestoken door een hele vervelende plant. Dit kan wel ontzettend vervelende afloop hebben. Ik denk dat we straks even ergens een BO-man moeten halen. Om het toch hier even een beetje weer op orde te krijgen. Dus, dit waren dus wel brandnetels, dat voel ik nu. Het prikt enorm, het doet ontzettend veel pijn. En ik vind het niet leuk, ik kan er ook niet... er goed woord voor over, maar dit... Ga je dadelijk gewoon even meteen een SO maken? Ja, ik ga straks even een SO maken, maar ik ben niet van plan om dat paadje weer terug te nemen. Nou, wat je hier dus ziet is... dit is een bijzondere open plek. Want volgens de legende heeft hier Alexander de Grote zelf... heeft hij ooit een plasje gedaan. Tegen die boom. Je ziet ja, ook wel sporen. En zo. En degelijke. Wat misschien even handig is, is dat we op zoek gaan naar wegenbreed. Dat zijn de grote blaadjes. Die helpen heel goed tegen brandnetels. Ik denk dat dit een wegenbreed zou kunnen zijn. Dan moet je dus zo, over de brandnetelwond heen smeren. En het helpt heel erg goed, omdat het spul dat erin zit werkt tegen de brand, de wegenbreed. U ziet het. En dit is dus volgens mij geen wegenbreed. Ah, jongens, ik ben toch met... Wat is er nou gebeurd? Ja. Och, groeien, wat een rot natuurgebied is dit. Ik vind het verschrikkelijk dit. We zijn echt ontzettend gestoken. Ik denk dat we hier niet meer leven kunnen. Kut oerwoud. Hier is het oerwoud hier aangelegd. Het is vreselijk. We komen hier niet meer leven vandaan, denk ik. Ik denk dat we actie moeten ondernemen en iets moeten verzinnen, want het is gewoon... Misschien moeten we er even die kant weer op. Nou, ik denk ik even die kant. En anders moeten we daar een slootje springen. Ik ben er net, het hele pad gaat goed over in het laatste deel zitten, dus een beetje de brandnetel waardoor mijn hele been nu pijn doet. En dat, als ik dus zo loop, is mijn linkerbeen de klos, maar loop ik terug, dan zal ook mijn rechterbeen het begeven. En dan gaat lopen zit er dan niet meer in voor vandaag.
En dat is een beetje een ga maar voor, anders. Jij bent... Maar ik stel voor dat we hier even goed opletten of je een plant ziet met grote bladeren. Ja, dit is ook misschien... volgens mij is dit geen wegenbree. Het groeit meestal iets lager. Hoe heet het? Wegenbree? Wegenbree. Dat werkt goed tegen de brandnetels. Dat is echt de natuur eigenlijk. Een soort van... dat zwart en wit vullen elkaar aan. En zorgt voor een gezonde balans. Ja, maar hoe ver moeten we nog? Nou, ik weet niet hoe ver we nog moeten, want het is een vrij onvoorspelbaar pad. Dit is de zogenaamde Moersloot. Aangelegd door meneer Moer. Een stuk of 40 à 50 jaar geleden, denk ik. Dus vooral dit zeggen we toch ook dat zijn dat hij de broer was van degene die het Panama-kanaal... Ja, dat wordt inderdaad gezegd. Maar ik ben er niet al te happig op om die theorie te omarmen. Omdat ik toch ook wel vind dat daar... Ja, het is gewoon een groot gebrek aan bewijs. Dus ik ben er niet al te enthousiast over die theorie. Maar ja, het wordt gezegd. En het is toch leuk om er misschien eens nader onderzoek naar te doen. Maar het is in ieder geval het Moersloot. Well, look over there, mate. It's a wooden stick. Right in his natural habitat. Het is een oude stok. Zoals... Let's see if we can get him angry. Come here, little fella. Nou. Oh, he's real pissed off right now. This is real dangerous. Wat er dus gebeurd is dat hij nu de stok aan het uitdagen is. Hi, maar Sherry, dit is... Ja, we staan hier met twee man achter de camera. De een, dat ben ik, en de ander is Steve Irwin. Ja. Steve Irwin is al een tijdje dood. Hij is gebeten door een kabeljauw en... Ja, dat is een kabeljauwmantarog was het. In Sam met ze. De kabeljauwhunter. Die hebben ze, die kon ook voetbaluitslagen voorspellen. Oh ja, wist je dat? Nee, die kabeljauwmantarog. Dit prikt dus nog meer. Ik heb dus nu weer een wond. Gerard heette die. Nee, helemaal niet. Gerard Arnikoff. Ik vind het misschien leuk om even een beetje mee te gaan. We moeten wel kijken dat hij geen 10 minuten wordt, anders kan hij niet op YouTube. Ja, maar dat hoeft ook helemaal niet op YouTube. Moet je aan zijn vriendin duwen. Nou, kijk, wat ik niet een kloonstreek. Wat leuk is om misschien even te vertellen. Deze inham is ooit aangelegd door Prins Bernhard. Prins Bernhard is hier langs geweest om een eer te bewijzen aan de soldaten die hier gevochten hebben tegen de Duitsers. Die plek waar we net... Tegen de Duitsers. En we zijn nog net op die plek geweest en Prins Bernhard heeft toen in zijn euforische stemming, heeft hij hier deze inham aangelegd. Ja, het is prachtig. Het is mooi om een keer te zien. Ik raad natuurlijk allemaal aan om een keer echt... daadwerkelijk hier aanwezig. Maar ja, ik moet ook wel erbij zeggen. Het op camera vast. Ja, jullie zitten nou te kijken, maar om hier te staan en te ervaren die schitterende omgeving om je heen, dat is onbetaalbaar. Het is, we gaan terug en we hebben brandnetels. We gaan verder, we hebben ook brandnetels. Maar we hebben dus brandnetels. Ja, ik zou dan wel alles. Ja, het is een heel moeilijk proces. Kijk, hè. We kunnen natuurlijk ook gewoon met de scooter terug. Dat dit een wegenbree is. Nee joh, dit is geen wegenbree. Jawel, dat is wegenbree. Is dat wegenbree? Smeer het maar eens op je gezicht, dan ben je morgen dood. Ik doe even zonnebril op, want de zon gaat even. Moet je even nou niet zo... Nou, doe nou even niet. Gezicht gaat uitleggen. Hol je hem net. Nou, kijk nou uit, want er staan hier allemaal brandnetels. Dus we moeten even kiezen, we kunnen het natuurgebied Dit knippen we er allemaal uit, hè? Dit knippen we er allemaal uit. We kunnen die kant op. Dan krijg je nog een heel mooi zicht op de stroming van het Moersloot. We kunnen ook terug en dan nog eventjes een korte mind sessie houden over wat we net allemaal besproken. Zullen we anders gewoon stoppen? Ja, we moeten wel... ergens doorgaan, hè. We moeten even bepalen waar we naartoe lopen. Nou. Maar dit kunnen we makkelijk overheen. Nou ga jij die kant op, ga ik daarheen. Zie ik je straks in het café. Wat ga je nou doen? Ja, naar de hoeren.
leuk om even te filmen. Nee, kijk maar lekker door, ik ga gewoon weg. Je krijgt straks geen eten, dat heb ik alvast even. Ja, of je worstlust, dan kun je de vellen schijten. Klootzak. Ja, schitterend.